إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على من بعثته هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى خلقك وداعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين عباد الله beste broeders and sisters we gaan het vandaag inshallah ta'ala hebben over een belangrijke regel van Allah subhanahu wa ta'ala in zijn schepping een regel die immer en altijd geldt een regel die Allah subhanahu wa ta'ala veelvuldig heeft genoemd en herhaald in de Koran al-Karim als wij dat eens zouden weten. Deze regel is genoemd door de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in de hadith van de imam Tirmidhi, overgeleverd van Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ibn Abbas zei, kuntu khalfan nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma. Ik zat op een dag achter de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij zat achter de profeet op zijn rijdier. Vervolgens zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Ibn Abbas. En Ibn Abbas was slechts een jonge man. Hij zei, ja hulam, o jongen, of o jonge man, inni u'allimuka kalimat. O jonge man, ik zal je enkele woorden leren. Vervolgens gaf de profeet sallallahu alayhi wa sallam enkele adviezen. Ikhwani, beste broeders en zusters, de adviezen die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gegeven aan Ibn Abbas, dient een persoon in zijn hart te graveren. Deze adviezen, daar dient een persoon over na te denken. Daar dient een persoon naar te handelen, opdat hij goedheid krijgt gedurende het wereldse leven en het hiernamaals. O jonge man, ik zal je enkele woorden leren. Ihfad illaha yahfadka. Ihfad illaha tajidhu tujahak. Ta'arraf ila Allahi fi racha. Ya'arifka fi shidda. إذا سألت فاسأل الله وإن استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف De profeet صلى الله عليه وسلم قال أو يوم من أو يوم من إكزال يا أنكل وورد لير فاك أوفر الله En Allah zal over jou waken. Waak over Allah en je zal Allah voor jou aantreffen. Ken Allah in het voorspoed, Allah zal jou kennen in het tegenspoed. Als jij iemand vraagt, vraag dan enkel Allah. Als jij om hulp vraagt, vraag enkel Allah om hulp. En weet dat als de hele gemeenschap bij elkaar zal komen om enige goedheid voor jou te berokkenen, dat zij niets van de goedheid kunnen berokkenen voor jou, tenzij Allah dat heeft voorgeschreven. En dan zijn ze alle bij elkaar komen om iets van de tegenspoed of slechtheid voor jou te berokkenen. Weet dan dat zij niet van die tegenspoed of van die slechtheid kunnen berokkenen, tenzij Allah dat voor jou heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de bladeren zijn opgedroogd. Geweldige adviezen van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Adviezen, broeders en zusters, als we erbij stil zouden gaan staan, één voor één,
dan zouden wij vele boeken vol kunnen schrijven en vele preken vol kunnen praten. Laten we alleen maar spreken over het eerste advies. Over het eerste advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in deze geweldige overlevering. Waak over Allah. Waak over Allah en Allah zal over jou waken. Subhanallah. Echt, er is iets onvoorstelbaars in deze hadith. Waak over Allah. Hoe kan een jonge man, Ibn Abbas, hoe kan een jonge man waken over Allah? Allah is de geweldige. Allah is de grootste. Allah is de allerhoogste. Hoe kan een jonge man die arm is, zwak is, hoe kan hij over Allah waken? De islamitische geleerden zeggen, de betekenis van waak over Allah is waak over zijn geboden, waak over zijn verboden, waak over zijn rechten, waak over zijn grenzen. Deze vier zaken. Waak over de geboden door deze uit te voeren. Waak over de verboden door ervan weg te blijven. Waak over zijn rechten door deze te vervullen. Waak over zijn grenzen door hier niet overheen te gaan. Waak over Allah en Allah zal over jou waken. Degene die gelooft in Allah, zich overgeeft aan Allah, innerlijk en uiterlijk, hij houdt van Allah, hij vreest Allah, hij hoopt op de beloning van Allah, hij keert terug in berouw naar Allah, hij onderhoudt het gebed, geeft de zakat, vast de Ramadan, hij doet de geboden, hij verlaat de geboden. Degene die dit alles doet, degene die de rechten van Allah nakomt en de rechten van de mensen, deze persoon heeft over Allah gewaakt. Deze persoon heeft over Allah gewaakt. En wie over Allah waakt, Allah waakt over hem. Hij waakt over jouw gezondheid. Hij waakt over jouw veiligheid. Hij waakt over jouw echtgenoot. Hij waakt over jouw kinderen. Hij waakt over jouw bezit. En nog groter, hij waakt over jouw religie. Hij helpt jou. Hij helpt jou en steunt jou en geeft jou succes. Hij maakt het gebed voor jou makkelijk. Hij waakt over jouw geloof. Hij maakt het geloof voor jou makkelijk. Hij waakt over jou dat jij niet gaat vallen in zondes of dat jij niet gemakkelijk in zondes valt. Wie over Allah waakt, Allah waakt over hem. Dit is een van de meest geweldige regels van Allah in zijn schepping. Man hafid Allah, hafidahu Allah. Hij die waakt over Allah, Allah waakt over hem. Yunus alayhi salam, Yunus ibn Matta, een van de geweldige profeten van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah die heeft hem gestuurd naar Nineve, een plaats in Irak dichtbij Mozes. Allah die heeft hem daarheen gestuurd. Hij heeft zijn volk opgeroepen. Hij heeft hen uitgenodigd. Hij heeft hen aangespoord tot de aanbidding van Allah. Maar zij verloochenden hem. En zij hebben zich afgekeerd van hem. Aldus is Yunus alayhi salam boos weggegaan. Hij heeft Nineve, deze plaats, verlaten zonder de toestemming van Allah azza wa jalla. En Allah heeft zijn gebeurtenis genoemd in de Koran. Heeft zijn verhaal genoemd in de Koran. وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. En de noon, een noon is een vis. Ja, en hij die toegeschreven is aan de vis, Yunus alayhi salam. Hij is boos weggegaan. فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ. En hij dacht dat Allah hem daar niet op zou aankijken. Hij dacht dat Allah hem niet zou aankijken op het feit dat hij weg is gegaan zonder toestemming. Allah noemt ook zijn verhaal in Surat al-Saffat. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. En waarlijk, Yunus behoort tot de boodschappers. Hij is gevlucht naar het volle schip, naar de boot die gevuld was. Subhanallah, Yunus alayhi salam vlucht, ging weg, boos uit Nineve. Hij kwam aan bij een zee en hij wilde de oversteek maken. Hij zag het schip, hij ging het schip op. Subhanallah, toen hij midden op zee was, begonnen de golven te kolken. En de zee, die werd woest. En zij dreigden te verdrinken. De mensen waren bang. Zij zeiden, laten we een loting doen, laten we een trekking doen. Degene op wie de trekking valt, hij wordt uit het schip gezet. Hij wordt overboord gegooid. Ze deden een trekking. En subhanallah, wie komt eruit? فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَضِينَ. فَسَاهَمَ, hij deed een trekking met hen. فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَضِينَ, hij behoorde tot degene die verslagen werden in de trekking. Subhanallah, de trekking kwam uit op Yunus alayhi salam. Ze zeiden, nee, o profeet van Allah, we kunnen u niet overboord gooien.
Vervolgens deden ze weer een trekking. Op wie kwam de trekking uit? Op Yunus alayhi salam. Ze deden weer een trekking. En op wie kwam de trekking uit? Op Yunus alayhi salam. Yunus begreep. Yunus alayhi salam begreep dat hij de reden was van hetgeen wat zij meemaakte. Al dus gooide Yunus alayhi salam zichzelf overboord. Alvorens hij het water bereikte, komt er een grote vis en hij deed zijn bek open. Allah die had gezegd tegen de vis: En la ta'kul lahu lahma wa la tukassir lahu 'azma wa la tukassir lahu 'azma fa inna Yunus laysa laka rizqa innama yakunu batnuka lahu sijna. Allah zei tegen de vis: O vis, rijk niets, verscheur niets van zijn huid, breek niets van zijn botten. Want Yunus zal geen proviant voor jou zijn, maar jouw buik zal een gevangenis voor hem zijn. Subhanallah, hij gooit zichzelf overboord, er komt een vis, hij sloopt hem op en hij gaat naar de bodem van de zee. Ikhwan, broeders en zusters, hebben jullie wel eens gehoord van een persoon die op de bodem van de zee zit? En hij zit in de buik van een vis en hij leeft nog. Nou, wie moet je redden? Wie moet je om hulp vragen als je zit in zo'n situatie? Wie gaat je nog redden? Wie gaat je nog redden uit zo'n situatie? Yunus alayhi salam realiseerde zich dat hij fout had. Dus wat zei hij? Fanada fil zulumat. Hij riep in de zulumat, in de duisternis. Ibn Abbas die zegt, hij verkeerde in de drie duisternissen. In de duisternis van de batn al-hut, yani van de buik van de vis. In de duisternis van de zee, in de duisternis van de nacht. Hij verkeerde in drie duisternissen. Maar wat deed hij? Allah ilaha illa anta subhanaka. Hij zei, niemand heeft het recht om aanbeden te worden buiten u, o Allah. Heilig bent u, perfect bent u. Inni kuntu min al-zalimin. Ik behoorde tot degene die onrecht hebben gepleegd. Ik behoorde tot de onrechtplegers. De engelen hoorden zijn stem. Zoals overgeleverd is van meerdere van de metgezellen. De engelen hoorden zijn stem. Ze zeiden, ja Allah, een stem die ons bekend klinkt. Van een plaats die ons niet bekend is. Allah die zei, weten jullie dan niet wie hij is? Weten jullie niet wie hij is? Het is mijn dienaar Yunus. Zijn Yunus. Degene van wie u immer en altijd smeekbedes accepteert. En wiens goede handelingen u doet opheffen. Allah zei ja. De engelen zeiden en ze bemiddelden voor hem. O Allah. Zult u hem dan niet begenadigen. In deze tegenspoed. Omwille hetgeen wat hij deed in voorspoed. Dat wil zeggen, zult u hem niet helpen in de tegenspoed. Wegens hetgeen wat hij deed in voorspoed. Allah zei, jawel, dat zal ik doen. En daarom zei Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ. Ik verhoorde zijn smeekbeden. Maar waarom? Waarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem gered? Waarom heeft Allah azawajalla Yunus, een man, gered vanuit de buik van een vis van de bodem van de zee? Allah die geeft het antwoord aan ons in de Koran. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Waar het niet dat hij behoorde tot de musabbihin. Weet je wat het tasbih is in de salat? Het tasbih is in de islam, het tasbih, alle aanbiddingen die je verricht, worden tasbihat genoemd. Het gedenken van Allah, het bidden naar Allah, het smeken van Allah, dat alles behoort tot het tasbih. Allah zei, waar het niet dat Yunus in het verleden, in voorspoed, behoorde tot de musabbihin, behoorde tot degene die immer en altijd mij herinnerde, mijn gedachten, het gebed naar mij verrichtte. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Waar het niet dat hij behoorde in het verleden tot de musabbihin, dan had ik hem laten zitten in zijn buik tot aan de dag des oordeels. Met andere woorden, waar het niet dat hij mij kende in het voorspoed, had ik hem niet. Als het is dat hij mij kende in voorspoed, daarom heb ik hem gered in tegenspoed. Maar kende hij mij niet in voorspoed, dan had ik hem ook niet gered in tegenspoed. Yunus alayhi salam, die laat ons zien, en zijn verhaal laat ons zien, wie over Allah waakt, Allah waakt over hem. Yusuf alayhi salam. Ik zeg, broeders en zusters, echt waar. De Koran staat vol. De Koran staat vol met deze regel, deze gewoonte van Allah. Waak over Allah. Waak over Allah. Allah zal over jou waken. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ لِتَلَكْ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ. Subhanallah. Meest geweldig, prachtigste verhaal in de Koran zoals Allah dat zelf heeft genoemd. Verhaal van Yusuf alayhi salam. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. En zij, in wiens huis hij was, in wiens kasteel hij was, Yusuf alayhi salam, was in haar kasteel. Zij verleidde hem tegen zijn zin.
وغلقت الابواب. Ze deed alle deuren dicht. يعني الله زاد غلقت. En غلقت, want de zoetheid van de Koran proef je echt in het Arabisch. Rabbi zegt غلقت, niet أغلقت. أغلقت is gewoon dicht doen. Maar Rabbi zegt غلقت. Dit is een werkwoord wat duidt op dat het zwaarder was. Met andere woorden, ze heeft deur na deur, deur na deur, poort na poort heeft ze gesloten. Waarom? Om te verstoppen wat zij plachten te doen met Yusuf alayhi salam, zodat niemand erachter zou komen. En ze deed alle poorten dicht. وقالت هيدلك, zei kom, kom. Subhanallah. Hebben jullie wel eens stilgestaan bij de beproeving die Yusuf alayhi salam heeft meegemaakt? Hij was een jonge man. En de lusten en verlangens zijn sterker bij de jongen. Dat is één. Twee, zij is degene die hem uitnodigt. Hashawalillah, dat wil zeggen dat hij gaat voorzien. Nee, het was andersom. Zij wilde hem tegen zijn zin hebben. Dat is twee. Drie, zij heeft alle poorten en deuren dicht gedaan. Niemand zou erachter komen. Vier, wie zou hem nou kennen in dat land? Niemand kende hem. Hij was daar een onbekende. Dit zijn allemaal redenen en aanleidingen waardoor hij kon vallen in de verwerpelijke daad van ontucht. Maar is hij daarin gevallen? Absoluut niet. Allah zegt, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. Zij verlangde hem. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْآءَ بُرْهَانَ رَبِّهِ. En hij zou naar haar neigen. En hij zou naar haar neigen, waren het niet dat hij het teken van zijn Heer heeft gezien. Welk teken? Welk teken heeft Yusuf alayhi salam gezien? De uitleggers van de Koran zeggen, hij zag zijn vader Ya'qub bijten op zijn vingers en zeggen, o mijn zoon Yusuf, pleeg geen ontucht. O mijn zoon Yusuf, pleeg geen ontucht. Waarom? Waarom heeft Allah hem gered? Waarom heeft Allah hem uit die situatie gehaald? Allah zegt, كذلك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Zo, dat wil zeggen, zoals ik hem het teken heb laten zien, zo red ik hem uit de slechtheid en uit de onzedelijkheid. Waarom, ja Allah, waarom heeft u hem gered uit de beproeving? كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Dit is het antwoord. Waarlijk, waarlijk, hij behoorde tot onze zuivere, oprechte dienaar. Dat wil zeggen, hij had Allah die heeft hem uitverkoren en hij heeft zichzelf enkel voor Allah laten zijn. Eindig daar het verhaal. Hij waakte dus over Allah. Hij waakte, hij behoorde tot vrome dienaar. Dus Allah heeft hem gered uit de beproeving. Waak over Allah, Allah waakt over jou. Eindig het verhaal van Yusuf daar. Nee, broeder, lees door. Lees alsjeblieft door. De vrouwen in de stad begonnen slecht te praten over deze dame. Ze verleidt haar jongen. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين. De vrouwen in de stad zeiden, de vrouw van de hooggeplaatste koning, van de minister, zij verleidt haar slaaf, zij verleidt haar jongen tegen zijn zin. Haar hart is helemaal overgenomen, overmand door liefde. Het is helemaal stapel verliefd op hem. Wij denken dat zij echt in zware dwaling verkeert. En hoe kun je dat nou doen? Toen zij hoorde over hun kwaadsprekerij, wat deed ze? Zij liet die vrouwen komen. Zij liet kussens, zij bereidde kussens voor. Zij liet hen zitten, de vrouwen op de kussens. Zij gaf ze wat fruit en wat mesjes. Vervolgens zei ze tegen Yusuf, ga naar buiten. Ga naar buiten. Daarom, en Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze gebeurtenis genoemd in de Koran. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَقَالَتْ تُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. Ya subhanallah, ya subhanallah. Zij liet ze komen, zij bereidde kussens voor, zij heeft kussens aan hem gegeven. وَقَالَتْ تُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ. Ga naar buiten, ga naar ze toe. Laat die vrouwen jou zien, oh Yusuf. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei dat hij de hef van schoonheid kreeg, Yusuf alayhi wa sallam. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ. Toen ze hem zagen, قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. Ze vergaten wat zij hadden in hun handen aan fruit enzovoort. En ze begonnen te snijden in hun handen. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ. Heilig is Allah, zeiden ze. مَا هَذَا بَشَرًا. Dit is geen mens. Dit is geen mens. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Dit is slechts een edele engel. Ja, hij is zo mooi, dit moet wel een engel zijn. En toen zei die vrouw, ja, kijk, jullie spreken slecht over mij dat ik hem verblijf. Neem je het mij kwalijk dat ik hem probeer te verleiden? Vervolgens zei die vrouw, وَلَقَدْ رَوَتْ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. Ik heb hem proberen te verleiden, maar hij weigert.
وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنًا. Ik heb hem proberen te verleiden, maar hij weigerde. Maar als hij niet doet wat ik heb gebied, dan zal ik hem opsluiten in de gevangenis en hij zal behoren tot de vernederde, tot de laag. Subhanallah, een tweede beproeving. Ze nodigt hem weer uit. Ze zegt, of je doet het, of je gaat de gevangenis in. Maar wat zei hij? قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ. Hij zei, oh mijn heer, gevangenis is geliefder bij mij. Gevangenis is geliefder bij mij. Vervolgens gaat het verhaal door. Hij gaat de gevangenis in. En hij krijgt twee medegevangenen. De twee medegevangenen, ze zien dromen. En ze komen naar Yusuf alayhi salam toe. En ze zeggen, oh Yusuf, geef ons de uitleg van de dromen. En Yusuf alayhi salam zit in de gevangenis. Gaat hij meteen het antwoord op de dromen? Lees voor het Yusuf de volgende keer. Hij heeft niet meteen antwoord gegeven en de uitleg gegeven van hun dromen. Hij heeft eerst deze gevangenen, medegevangenen, opgeroepen tot Allah. قَالَ يَا صَحِبَيْ سِجْنِ أَرْبَابُ الْمُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ مِنْ اللَّهِ وَالْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Zelfs in de gevangenis waakte hij over Allah en deed hij da'wa naar Allah. Vervolgens gaf hij ze de uitleg van de droom. Maar wat zei hij? Hij zei tegen een van de twee, jij? Hij wist dat een van de twee later ter dood veroordeeld zou worden en de ene zou de gevangenis uitkomen. Hij zei tegen degene van wie hij wist dat hij de gevangenis uit zou gaan en dat hij hen zou serveren bij zijn heer, bij zijn meester. Hij zei tegen hem, als jij later eruit bent gekomen, noem mijn naam. Maar Allah die heeft hem, die medegevangen heeft hem dat laten vergeten. En vervolgens, wat is er gebeurd? Allah die heeft de koning een droom laten. Die koning zegt, ik heb een droom gezien enzovoort. Wie kan me de droom uitleggen? Niemand kan de droom uitleggen. En toen was hij en zei, oh, ja. In de gevangenis was er een droom uitleg. Yusuf! En ze gingen naar Yusuf toe en Yusuf legde de droom uit. En uiteindelijk komt Yusuf bij de koning. En hij zegt, laat mij de minister zijn van de schatkist. Laat mij minister van financiën worden. Subhanallah. Kijk naar het verhaal van Yusuf alayhi salam. Hij wordt verleid, daar begint het. Hij gaat de gevangenis in. Hij komt eruit als een minister. Hij komt eruit als een minister. Ja, subhanallah. Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Shabab. Hij waakte over Allah. Hij heeft over Allah gewaakt voordat hij de gevangenis inging. Door geen ontucht te plegen. Hij waakte over Allah in de gevangenis. Door uit te nodigen naar hem. En dus heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem uit de gevangenis laten komen. Hij heeft hem uit de gevangenis laten komen. Terwijl hij vrijgesproken was. Terwijl hij vrijgesproken was. En als minister die over de schatten gaat. En over de rijkdommen gaat in het land. Waak over Allah en Allah zal jou waken. Lees de Koran en houd deze regel in je achterhoofd. En je zult zien hoe vaak Allah subhanahu wa ta'ala deze regel noemt in de Koran. Is Ibrahim alayhi salam niet in het vuur gegooid? Is Ibrahim alayhi salam niet in het vuur gegooid? Hebben jullie er eens gehoord van een persoon die in het vuur is gegooid, maar het vuur tastte hem niet aan? Het vuur tastte hem niet aan. Hij, subhanallah, toen zijn volk heeft brandhout verzameld. De uitleggers van de Koran zeggen 40 dagen lang. 40 dagen lang hebben zij brandhout verzameld. Zij hebben het vuur aangestoken. En vervolgens konden zij het vuur was zo warm en zo heet. Ze konden niet in de buurt komen van het vuur. Wat moesten ze doen? Hoe krijgen ze Ibrahim in het vuur? Ze hebben hem vastgebonden en hebben met een katapult het vuur ingestuurd. Hij vliegt door de lucht. Jibril alayhi salam komt naar hem toe. Ja Ibrahim, alayka ila ya haj. O Ibrahim, heb je mij nodig? Ja, subhanallah. Kijk in welke toestand hij zit. Heb ik jou nodig? En Ibrahim alayhi salam die zegt, Amma ilayka fala, Amma ila Allah, fahasbi Allah wa ni'mal wakeel. Hij zegt, ja, jou heb ik niet nodig. En wat betreft Allah, hasbi Allah, Allah is voldoende voor mij. Wa ni'mal wakeel. En wat is hij toch? Een goede beschermer, of hij is de beste beschermer. Weten jullie, zoals overgeleverd is van metgezellen, weten jullie wat op dat moment de engel van, weet je wat de engel van de regen zei tegen Allah? De engel van de regen die zei, oh Allah, terwijl Ibrahim alayhi salam door het vuur, door de lucht gaat, op weg naar het vuur, zegt de engel, subhanallah, een engel spreekt tegen Allah. Hij zegt, ja Allah, oh Allah, wanneer zult u mij het gebod geven? Wanneer zult u mij de opdracht geven om te laten regenen, zodat ik het kan laten regenen om het vuur uit te laten gaan? Dat zegt de engel van de regen. Wanneer geeft u mij de opdracht zodat ik het vuur kan laten uitgaan? Maar het gebod van Allah was eerder. En Allah zei, Ya narukuni barda, Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. O vuur, o vuur, wees koud en aangenaam voor Ibrahim. Ja Allah, Allah gebiedt het vuur. Je zou zeggen, ja maar dat kan niet. Ja achi, wie heeft het vuur geschapen? Wie heeft het vuur geschapen? Wie heeft het vuur brandend laten zijn? Is dat niet Allah? Is degene die het dan geschapen heeft,
Is degene die het geschapen heeft dan niet in staat om het koud en aangenaam te laten zijn? Hij viel in het vuur en het vuur was koud en aangenaam voor hem en verbrandde slechts zijn touwen waarmee hij was vastgebonden. Maar hij werd niet getroffen door het vuur. Zijn vader keek van buiten het vuur naar hem en hij zei: Ni'ma rabb rabbuka ya Ibrahim, ni'ma rabb rabbuka ya Ibrahim. Wat heb jij toch een goede Heer, o Ibrahim? Wat heb jij toch een goede Heer, o Ibrahim? Vaak over Allah en Allah zal over jou vaak. Maar weet jullie wat het tegenovergestelde is? Verwaarloos Allah. Verwaarloos Allah. En Allah zal jou verwaarlozen. Vrezen we dat niet? Vrezen we dat niet voor het tegenovergestelde? Vrezen we niet dat als we ons dagelijks slapen onze gebeden, hij blijft op de PlayStation tot 1, 2, 3, 4 uur. Blijft Felix kijken tot 3, 4 uur. En vervolgens zegt: ja, ik heb me verslapen voor Fajr. Ja, maar broeder, zuster, wie kan nou wakker worden met een uur slaap? Hij verwaarloost de geboden. Wij verwaarlozen de verboden. En vervolgens, op het moment dat we in rampspoed komen, op het moment dat rampspoed ons treft, dan zeggen we van: hé, waar komt dat vandaan? Broeder, waak over Allah, Allah waakt over jou. Verwaarloost Allah, Allah verwaarloost jou. Is deze regel ook genoemd in de Koran? Jazeker. Jazeker. Musa alayhi salam, het meest herhaalde verhaal in de Koran en Karim, is het verhaal van Musa. Is het verhaal van Musa. Het meest herhaalde verhaal in de Koran en Karim. Musa waakte over Allah. Zijn moeder had ook over Allah gewaakt. Hebben jullie nooit nagedacht? Musa alayhi salam wordt geplaatst in een rivier. Hij verdrinkt niet. Hoe kan dat? Hoe kan een kind niet verdrinken in de rivier? Twee, zijn moeder wil dat toen ze hem dekt in de rivier, zij dacht van: als die man in veiligheid komt, zolang die man niet in de handen van Firaun komt. Allah die zegt: ik wil dat hij nergens uitkomt behalve bij Firaun. Moet je kijken, wat een contradictie. Haar moeder die zegt: ja, weet, laat hem nergens komen. Laat hem overal komen behalve bij Firaun. Allah zegt: hij mag nergens komen behalve bij Firaun. Hij komt bij Firaun terecht, omdat Allah het wil. Vervolgens, wie vindt hem? Wie treft hem aan? Zijn vrouw. De vrouw van Firaun. En ze was ook nog eens onvruchtbaar. Ja, subhanallah, is het toeval? Absoluut niet. Ze is onvruchtbaar, ze pakt hem. Ze ziet hem. Ze zegt: qurratu ayni li wa laka la taqtulu. Een verkoeling voor het oog van mij en voor jou, dood hem niet. Vervolgens, hij komt in het paleis van Firaun. Maar hij weigert alle borstvoeding. Alle borsten weigert hij. Hij wenst bij niemand te drinken. Waarom? Totdat al opeens een vrouw komt, ze zegt: ik heb hele zoete melk. Probeer mijn melk. En ze probeert het. En subhanallah, hij begint te drinken. Alsof zijn moeder was. Het was ook zijn moeder. Allah die zegt: waharramna alayhi maradi'a min qabl. Allah die heeft ervoor gezorgd dat hij alle borsten zou weigeren, behalve die van zijn moeder. Zijn moeder, zij gaf hem in het paleis melk en kreeg er ook nog geld van. Firaun die zoekt het hele land af. Op zoek naar Musa, maar Musa slaapt op zijn bed, krijgt het eten van Firaun en drinkt van Firaun. Waarom? Musa en zijn moeder waakten over Allah, Allah waakt over hem. Maar Firaun, hij verwaarloosde Allah. Dus heeft Allah hem verwaarloosd. Hij heeft Allah niet aanbeden zoals het hoorde. Of hij heeft Allah niet aanbeden. Hij is ook niet overgegeven aan hem. Dus heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem in de steek gelaten op het moment dat hij dat hardst nodig had. Wanneer? Wanneer had Firaun Allah nodig dan? Hatta idha adrakahu al-ghurq. Toen de verdrinking tot hem kwam. Toen de verdrinking tot hem kwam. Toen hij ziek werd. Over ons gesproken, toen hij in het ziekenhuis terecht kwam. Toen hij zwaar in de problemen kwam. Zo zijn wij toch? Velen van ons in ieder geval. Ik praat over mezelf. Soms denken we niet aan Allah in voorspoed. Maar als het tegenspoed je ook kent, treft dan opeens hij je hand op. Hatta ida adrakahu al-gharq. Toen de verdrinking tot hem kwam, wat zei hij? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana min al-muslimin. Hij zei, ik geloof, ik geef me over aan degene aan wie Banu Israel zich heeft overgegeven. Subhanallah. Met andere woorden, hij heeft zijn leven doorgebracht met zondes. Toen hij de dood in de ogen keek, zei hij: nu geloof ik en geef ik me over aan degene in wie Banu Israel geloofde. Wa ana min al-muslimin, en ik behoor tot de moslims. Wat was het antwoord? Het antwoord was: nu. Nu geloof je, nu. En daarvoor behoorde je tot de zondaren en behoorde je tot de verbergplegers. Vandaag zal ik je redden met je ledematen. Vandaar dat we zeggen: Allah heeft het ook laten gaan, maar Allah heeft zijn lichaam behouden, gepreserveerd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala al-Rabbi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Beste broeders en zusters,
Waak over Allah, Allah zal over jou waken. Dat hebben we gezien in het verhaal van Ibrahim a.s., in het verhaal van Yunus, in het verhaal van Musa, in het verhaal van Yusuf. Dit zijn allemaal verhalen. Wallahi, er zijn van de geleerden die echt complete boeken hebben geschreven alleen maar over deze regel. Waak over Allah en Allah waakt over jou. Hij waakt over jouw kinderen. Hij waakt over jouw gezondheid. Hij waakt over, subhanallah, yani, we zitten op vrijdag. Vandaag is de vrijdag. Vrijdag hè, is het volgens veel geleerden aan voor om Surat al-Kahf te lezen. De Surat van de Gebod. Subhanallah, we lezen toch dan in het vers. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا سبحان الله موسى عليه السلام الخضر kwam langs een bepaalde plek en daar stond een muur en die muur die dreigde om te vallen en al-Khadir heeft de muur recht gezet en Moesa عليه السلام zei je kunt er een vergoeding voor vragen en Khadir legde hem uit waarom hij de muur heeft recht gezet. Elke vrijdag lezen we deze vers. Waarom? Hij zegt, oh Moesa, weet je waarom ik de muur heb rechtgezet? Hij dreigde om te vallen en ik heb hem rechtgezet. Deze muur behoort toe aan twee weeskinderen in de stad. Hun vader heeft ze achtergelaten, hun moeder, ze zijn weeskinderen. En hij dreigde om te vallen, maar hun vader heeft een schat achtergelaten onder die muur. Als die muur zou omvallen, zouden die jongens nooit die schat vinden. وَأَرَادَ رَبُكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا Allah die wilde dat de jongeren zouden opgroeien. Dat de jongeren zouden opgroeien. En later die schat zouden aantreffen onder die muur. Dat wilde Allah. Waarom dan? Allah die stuurt twee profeten. Want de meeste van de geleden zijn van mening dat Al-Ghadir een profeet was. Okay? Dus Allah die stuurt twee profeten om een muurtje recht te laten zetten. Zodat weeskinderen later die schat zouden kunnen vinden onder die muur. Waarom heeft Allah dat gedaan? Allah geeft het antwoord. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا En hun vader was vroom. Hun vader was vroom. Wegens de vroomheid van hun vader heeft Allah dit laten plaatsvinden voor de weeskinderen. Ik ga jullie iets zeggen, wat de mufassirin hebben gezegd. Neem het aan of laat het liggen. Velen van de mufassirin hebben gezegd, dit was niet hun directe vader. Dit was de zevende vader in de lijn. Dit was hun zevende grootouder. De zevende grootouder. Bij hen zat de vroomheid. En die vroomheid is doorgegaan tot aan deze weeskinderen. Ja, subhanallah. Wees waardig Allah, Allah waakt over jou. Waardig is Allah, Allah verwaardigt jou. Hoe kan je over Allah waken? Daarmee sluit ik af. Ik wil over Allah waken. Hoe moet ik over hem waken? Eén, waak over het gebed. Allah zegt in de Koran, hafidhu ala salawati wa salati wusta. Waak over de gebeden. Broeder, bid op tijd. Probeer op tijd te bidden. Je hebt een kader van dhuhr. Je kunt dhuhr bidden tot aan asr. Voor asr heb je een tijd. Bid binnen de tijdskaders. Waak over jouw gebed. Bid binnen de tijdskaders. Die zijn gesteld. Probeer te bidden met overgave. Zoals Allah dat heeft geboden. Waak dus over jouw gebeden. Niet aan het einde van de dag vier gebeden nog gaan doen. Nog een marathon gaan doen. Of aan het eind van de week. Nee, waren het 35 gebeden of 37. Maar probeer te waken over jouw gebeden. Op tijd. Met overgave aan Allah subhanahu wa ta'ala. Vervolgens, waak over de wudu. Probeer immer en altijd wudu te doen. De kleine wassing te verrichten. De profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt. Wa la yuhafidh ala al-wudu illa mu'min. En er is niemand die waakt over de kleine wassing. Behalve een oprechte gelovige. Probeer een oprechte gelovige te zijn. Door te waken over de kleine wassing. Immer dan altijd de kleine wassing te verrichten. Als je naar buiten gaat, vooral als je naar buiten gaat, kom je te sterven? Dan sterf je tenminste op een aanbidding, de aanbidding van de kleine wassing. Probeer te waken over jouw ogen, over jouw oren, over jouw tong. Probeer te waken over jouw ogen door niet te kijken naar verboden zaken. Probeer te waken over jouw oren door niet te luisteren naar verboden zaken. Niet naar roddel, niet naar leugens, niet naar slechte dingen te luisteren. Waak over jouw tong. Door niet over mensen die slecht te spreken enzovoort. Waak over je oren, jouw tong. Allah zegt: Inna as-sama'a wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Voorwaar, de sam', het gehoor, de ogen, het zicht. Inna as-sama'a wal-basara, de oren, het zicht en het hart. Zij alle worden ondervraagd op de dag des oordeels. Waak over jouw buik. Hoe moet ik waken over mijn buik? Eet enkel halal. Eet enkel datgene wat goed is. In Allah dayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah die accepteert enkel het halal inkomen. Waak over jouw buik. Waak over jouw geslachtsdeel. Allah zegt: وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ Totdat Allah zegt: أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا En zij die waken over de geslachtsdelen. De mannen, yani de kerstdelen, zij waken. De mannen waken en de vrouwen die waken. وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Zegt tegen de gelovigen dat zij waken over de ogen. He? Dat ze de ogen eerst slaan en waken over de geslachtsdelen. Moet je kijken, Allah noemt eerst de ogen en volgens noemt Allah de kuisdelen. Waarom? Omdat het waken over het geslachtsdeel slechts geschikt en plaatsvindt als je waakt over de ogen.
Vervolgens zegt Allah, wa kulli mu'minat yaghudna min absarihin. Allah zegt hetzelfde tegen de gelovige vrouw. Waak eens over de ogen, je oren, over je werk, waak over je gebeden, waak over de aanbidding. En waak over jouw gedrag tegen de mensen. Bij ons in de islam, krijgen wij te leren van onze profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam dat een vrouw naar het paradijs is gegaan. Een prostituee is naar het paradijs gegaan omdat ze een hond te drinken heeft gegeven. En een vrouw is naar het hellevuur gegaan omdat ze een kat van eten en drinken heeft ontzegd. Broeders en zusters, als dit al hetgeen is wat plaatsvindt bij een hond en een kat. Ja, je kunt omwille van een hond of een kat kun je naar het paradijs gaan. Omwille van een hond of kat kun je naar het hellevuur gaan. Wat dan bij een mens? Wat dan als je slecht bent tegen een mens? Moslim of niet moslim? Wat dan als je slecht bent tegen je ouders? Of goed? Wat dan als je goed of slecht bent tegen je buren? Wat dan? Vaak over jullie gedrag. O, boodschap van Allah. Wat is hetgeen wat de meeste mensen het paradijs laat betreden? Ma akthar ma yudkhilu an-nas al-jannah. Wat laat de meeste mensen het paradijs betreden? Hij zei, taqwa Allah wa husnul khuluq. Hij zei, godsvrees. Dat jij je Heer vreest. En goed bent tegen de mensen. En goed gedrag. Met andere woorden, kom de rechten van Allah na. Kom de rechten van de mensen na. En je gaat naar het paradijs.